Een vakantietripje naar Nieuw-Zeeland? Nou, bij de GS Trophy staat de wekker gewoon om 4:30 hoor. Hup, lampje op je hoofd en inpakken die tent. Vlug ontbijten, een briefing bij de motor en vertrek. Ditmaal al snel naar de eerste special stage. Come on guys! Come on sir! Go, 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 go! Yeah! En bij die special stage komt Team NL al gauw Nicky tegen. Dus Nicky, hoe ziet de proef eruit? Nicky, voordat je tot rust komt, wat heb je net gedaan? Nou, ik weet niet of je het losse kei kan zien, maar het is ongeveer zo diep geveld. En dan moeten we de motor doorheen trekken met z'n drieën. Met een motor die uitslaat. Dus het is best wel zwaar. En hier gaan onze mannen op naar, zo zou blijken, de tweede tijd. Kijk ze gaan, zie ze zwoegen. Vakantie hè? Echt niet. Gelukkig is er ook tijd om te genieten. De oostkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is prachtig. En het mooiste van alles, je mag er gewoon over het strand rijden. De tweede special stage duurt niet lang. Van A naar B met slechts een U-bocht ertussen. Peet neemt voor Team NL de honneurs waar en laat zien dat Nederlanders en loszand een prima combinatie zijn. Lekker. Wat? Jack. Wat? Ik denk net iets over 15 seconden. Ik denk super snel. En wat is de uitslag na dag 2? Voor de tweede keer op rij. Team South Korea! Yeah! Maar Nederland gaat goed met inmiddels een 7e plaats. Tot morgen!